Hello, Quid Folk. It's me, Gorik, again, reporting with a vlog for the Belgian Griffins. Today, we are with my fellow teammates, the Ghent Gargoyles, for a special training today because a television station today is doing a report about me. Also on the update, almost all of our players have got tickets and we are starting the sale on our jerseys. They're going pretty fucking fast. So if you want one of the Belgian jerseys, they're really cool, like they've got a claw across the jersey, get them right now because, to quote our coach David, they're selling like hotcakes. You're gonna want them right now. So enjoy a couple of shots of the interview they did with me and a couple of my teammates. And yeah, we'll see you soon. Bye. We zijn ondertussen hier samen bij Lorenz komen zitten. Lorenz gaat dus even uitleggen waarom hij aan zwerkbal of quidditch doet en hoe de boel eigenlijk in elkaar zit. Lorenz? Waarom? Weet ik nog altijd niet. Ik denk dat gewoon de sfeer is meestal in de ploeg en dat ik rond mensen ben die mentaal gestoord zijn. Misschien niet zo, maar het is vooral ook de sport dat mij aantrekt. Ik ben altijd in het voetbal actief geweest, nog altijd, en het is wel iets totaal anders. Joke, stress? Een beetje wel. Oké. Okay. Lorenz. Hey. Op de grond. Hello, I'm Lorenz. I'm single, you can call me. Ed. Dat klinkt zo. Ik moet zijn been zien. 0474. Oh, sorry Jorik. Jij moet dat hier knippen. Ja, wij spelen allebei in twee ploegen nu en we zijn deel van het nationaal team. We gaan binnenkort naar een internationaal toernooi in Canada. We zijn er zeer trots op. Wil je daar iets over kwijt, Lorenz? Dat was geen dat kwijt was. Dat we er heel trots op zijn. Ja, ik denk het wel. Op zich het is niet gemakkelijk, maar als je kijkt tegen welke ploegen dat we allemaal moeten uitkomen. Amerika heeft een supersterk team, Canada heeft een supersterk team, UK heeft een supersterk team, maar als ik onze kansen bekijk, bijvoorbeeld tegen Mexico zou normaal wel moeten kunnen. Italië hebben beide onze Belgische ploeg gewonnen op TK. En Frankrijk heeft ook niet zo'n sterke ploeg. Ik heb gekeken naar nu, die hebben 7 mensen al geannounced. En er staan eigenlijk maar 2 echt sterke spelers op die ervaring hebben en de rest is nog niet zo. Dus ik denk wel dat we over kunnen geraken dan de voorlaatste plaats. Oké, okay, super. Dankjewel, Lorenz. So, my dear Quidfolk, that was our day for today. I just came home from meeting Ruth's parents and they have agreed to send Ruth to Canada with us. In other words, we have a new Griffin today! Yay! Congratulations, Ruth. Thank you for coming with us to Canada to have fun and play Quidditch and do lots of cool ass shit. So this is me, Gorik, signing off, reminding you that the jerseys are for sale. They're selling really fucking fast. So you better get your hands on them right now. And yeah, we'll see you until there's a next vlog or until we are in Canada. Ciao, babes. Lorenz, would you mind showing the good people of the World Wide Web what a Belgian Griffin is capable of doing? Sure. All right, give us a show, man. I hope I don't fail. Yeah! Look at that flexibility. Is there any other team in the world with that kind of flex? Again. He's gonna do it again. Yeah! Not even touching the hoop, that is a nice, clean hoop penetration. Yes, that just happened. Penetration.